Wat wij vannacht kunnen verwachten is mijn laatste show natuurlijk. En dit is het moment waar we zijn mooie carrière gaan afsluiten. DJ! DJ! Ja, hetgene wat ik mis aan mijn oude leven, dat is eigenlijk alles. Om het heel simpel te zeggen. This is From the Heart. I got nothing but love. I got nothing but love for you. From the top of my lungs. Ooh, I can't stop raving with you. I got nothing but love. Wat Defcon voor mij betekent en voor hardstyle, hardcore in het algemeen, is toch eigenlijk wel dat het de verzamelplek is. Op de Holy Grounds. Dat moment in het jaar waar we allemaal naartoe leven, waar alles naartoe beweegt, waar alles vanaf beweegt. Het verbindt alle hardstyle fans over de hele wereld, of ze er nou bij zijn of niet. De lijntjes van artiest naar publiek is heel kort. Je kan ze aanraken, knuffelen, met ze op een foto. Alles hoort te stijlen. Als mijn hart is, dat kunnen ze hier horen. En alle favoriete artiesten die zij hebben, die zijn hier te vinden. De hardstyle is in mijn beleving ontstaan doordat ik klaar was met het genre wat ik deed, hardcore. Er waren heel veel platen die ik wel vet vond. Het waren vooral BXR-platen, Italiaanse producers. Ja, en toen gingen wij het een beetje oppakken met z'n allen. En wij gaven natuurlijk onze eigen Nederlandse, net wat harder twist aan. Skenter is ontstaan doordat ik op dat feest stond in 1999-2000. En ik een van de eerste was die de gok durfde te wagen om die muziekstijl te draaien. Het werd vervolgens opgepakt door Q, maar niet met mij in de line-ups. Nee, we waren toen nog aan het koersen en aan het zoeken. En Dof had toen nog een hardcore stempel. En dat vond ik zo fucking frustrerend, dat ik dacht van weet je wat, ik ga niet vragen of ik mag draaien. Ik ga gewoon ervoor zorgen dat ze straks niet meer om me heen kunnen. Toen ben ik een label gestart. De rol van Skentrax, vooral in het begin van de hardstyle, is heel groot geweest. Ik weet nog, in het begin had je Skentrax en Fusion. En dat was een beetje de bakenmat van de hardstyle. Dof, die was de eerste buiten mijn ouders die echt in mij geloofden. Skentrax, dat was zo'n label, daar wilde je per se bij horen, weet je wel. Nou was je, als je bij Skentrax zat, dan was je, hè, dan hoorde je erbij toch? En dat heeft zoveel deuren voor mij geopend. En dat is gewoon voor mij de springplank geweest, waardoor ik eindelijk mijn ding kon gaan doen. Dus dat was voor alle jonge producers was het een goal om bij Skentrax te komen. From the Heart. Een typische profitplaat. Sterke, hele simpele themaatjes die gewoon meteen werken. Het is altijd energiek, maar er zit ook altijd iets van een warme, mooie speelse melodie zit erin. Elke keer weer iets unieks bedenken en daar weer vol voor gaan. Dolf zei tegen mij, joh, ik ga stoppen. Dus ik was best wel een beetje geschokt ook. En hij zei, wil je nog een plaatje maken? Ik zeg, natuurlijk wil ik een plaatje maken. Dat lijkt me duidelijk, weet je. Dus we hebben samen met Le Prince, hij wilde ook nog een keertje met Le Prince plaat maken. Zei hij op een gegeven moment, als jong, we moeten iets doen met Wayo, Wayo, oh, oh. Dat zou wel eens een goede gimmick kunnen worden. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Dus dat hebben we gewoon gedaan, hè? Weet je. En je ziet dat het werkt gewoon super goed, weet je. En natuurlijk, er zijn twee platen voor mij die absoluut eruit springen. Misschien wel drie. Domination, Big Boys Don't Cry en Wanna Play. Yeah, listen up. One of the biggest tracks of the Prophet. You know this one. We want you all to participate on this one. Are you ready to play? Are you ready to play? Toch stuurde die platen mij.
Dat was volgens mij een week voor Climax of zo. En ik moest toen afsluiten op Climax, was voor mij een ding natuurlijk. Want ja, je staat maar één keer op Climax als hardcore DJ. En ze wisselen elk jaar van laatste act. En hij stuurde die plaat. En ik miste echt nog gewoon een plaat, weet je wel. Gewoon een klapper. En hij stuurde het gewoon zo, alsjeblieft, ik heb een nieuwe plaat gemaakt. En ik luister die plaat. Dat paste zo in mijn Climax set. Ik dacht, ja, dat was de missende puzzelstukje, weet je wel. En toen heb ik die plaat gedropt daar. Toen was ik nog helemaal niet bekend. Het was nog niet uit. Het ging helemaal gek, gelijk. Na lange tijd was dat weer gewoon een typische Prophet hardcore plaat. Gewoon fucking geniaal. Gewoon echt een topplaat. Als je ziet hoeveel streams die plaat heeft gehaald voor een hardcore plaat. Dat is fucking insane, toch? Dat is insane. From the heart. Ja, het album wat eraan komt, dat wordt echt vol met collabs die nog niet uit zijn. Die ik wel gedraaid heb. Vooral de afgelopen dagen ben ik heel veel op het podium geweest met allemaal artiesten van ons label. Met Randy, Peacock, met Level One, Mellus, Frontliner. Dus met hun heb ik allemaal collabs en die komen allemaal op het album. Het wordt echt een gruwelijk dik album en ik flip ervan dat ik die laatste tracks gewoon sommige kan ik niet eens draaien. En die Block en Esther van natuurlijk. Eerste keer dat we gewoon gedraaid hebben, was zaterdagavond. Sta ik hier. Woensdag was hij af. Weet je, ja dat. Ik kan hem gewoon niet eens draaien. Daar baal ik wel van. Gevraagd of ik al weet wat ik de komende weken ga doen na de laatste show. Nou, maandag ben ik vrij, want ik ben vanavond, zondagavond na de show, gaan we after met z'n allen. Ik ben het hele weekend nuchter, dus ik ga lekker maximaal los, ik ga lekker zuipen. Ben ik morgen brak. Dinsdagochtend heb ik al de eerste afspraken, ik moet kijken voor raamkozijnen. 12 uur ga ik tekenen voor een nieuw pand. 'S middags heb ik een afspraak voor een levensverzekering. En dan is mijn dinsdag alweer rond. Woensdagochtend heb ik alweer afspraken in de studio en moet ik ook in de ochtend nog een afspraak doen om 9:30. Dus het leven gaat gewoon door. From the heart. First of all, aan alle fans die ik door mijn hele leven heb gehad, ik besef het nooit dat het fans zijn. Ik besef het wel, want ze zijn er en ze vertellen me heel veel en ze doen heel veel met mij. Ik dus ook bij hun en doordat zij het delen met mij, dan merk je het pas en dan hoor je het pas. Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben en ik ben daar heel erg dankbaar voor. Zonder hun ben je niks, zonder je fans ben je niks. Je kan heel groot doen, heel stoer doen, maar als zij er niet zijn, dan ben je niks. Dus ik wil echt serieus iedereen uit de grond van mijn hart bedanken dat ze er altijd voor me zijn geweest. Dat ze me gesteund hebben in goede tijden en in slechte tijden. En ja, nogmaals, ik ben niet weg, ik ben niet dood. Ik zal er altijd blijven. Iedereen kan me nog steeds berichtjes sturen. Het komt sowieso helemaal goed, weet je. En voor hun ook. Er gaat vast weer iemand anders komen. Of blijf lekker hangen bij mijn muziek, mag natuurlijk ook, weet je. Muziek zal altijd blijven. En herinneringen vooral, hè? En dat is waar ik voor sta. Net als het label, we create memories. Dat is waar het om draait. Je was ergens op een bepaald moment, met bepaalde mensen, met een bepaald gevoel, met een bepaalde tune. Soms ben ik daar onderdeel van, soms ook niet. Ik hoop dat je dat altijd mee kan nemen in je leven. Ik doe dat zelf wel. En ik wil iedereen uit de grond van mijn hart nogmaals bedanken dat jullie er altijd voor me zijn geweest. Dank jullie wel. From the heart. Wat wij vannacht kunnen verwachten is mijn laatste show natuurlijk. Ik weet niet of jullie het zien, maar dit is wel heel speciaal. Het is nu leeg. Straks staat het hier vol met mensen. Alleen maar mensen. Dit is gewoon het moment van het weekend. En dit is het moment waar we zijn mooie carrière gaan afsluiten. Alle muziekjes die ik ooit gemaakt heb, samenwerkingen,
Die gaan allemaal tegen horen worden gebracht. Wat speciale edits natuurlijk. Het wordt een mooie rollercoaster. Zowel muzikaal als visueel. Ik denk dat er wel een paar traantjes gaan vloeien her en der. Nou ja, ik en mijn hele showcrew, sorry, hebben er alles aan gedaan om dat heel waardig te maken. Van het begin tot het einde klopt het. En dat hij dan zo ook nog zo'n waardig afscheid hier dit weekend krijgt, ja, echt, dat is voor mij echt een voorbeeld. Ik mag hopen dat ik dat ook op zo'n manier mag doen. Tonight, we say farewell to a true giant within our ranks. A man whose path began even before the creation of our tribe. Ever since the first edition of DEFCON 1, he stood at the cornerstone of our scene, leading the way with his vision and sound. Weekend Warriors, it's time to show your undying respect to the man we call the Godfather of Hardstyle. The final from the hard. Ladies and gentlemen, for one last time, make some noise for the legend we know and love. DJ The Prophet. Ja, hoe gaat het? Goeie vraag. Ik heb het gevoel dat het niet zo goed gaat. Alles bij elkaar is toch meer impact dan dat ik had verwacht en had gehoopt. Ik heb een onverwachte hernia in mijn nek. Dus ik zit onder de medicijnen. Waardoor je weer bepaalde side effects krijgt. De dagen na de DEFCON was eigenlijk wel alleen maar euforie met de kinderen en mijn vriendin natuurlijk. Dat was allemaal hartstikke leuk. En daarna merk je dat als het rustiger wordt, de berichten zijn beantwoord en de reacties die zijn tot je doorgedrongen van iedereen, dan pas begint het allemaal in te dalen. En dan wordt het steeds een beetje anders en zwaarder. En ja, wat ben je dan? Wie ben je dan? En wat wil je dan? Wat wil je? Ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. Dus en dan heb je ook nog eens de medicijnen. Waardoor je dus ook nog eens een keer depri wordt. Je hebt geen zin om na te denken, je hebt geen zin om te praten, je hebt geen zin om te communiceren, je hebt geen zin om te werken, je hebt geen zin om muziek te maken. Je hebt nergens zin in door die medicijnen. Maar hetgene wat ik mis aan mijn oude leven, dat is eigenlijk alles. Om het heel simpel te zeggen. Ja, je krijgt geen aandacht meer. Je bent niet meer aan het reizen. Dat vind ik heerlijk om te reizen. Ik vind het lekker om even eruit te zijn, andere mensen te ontmoeten, andere energie te ervaren. Dus je comfortzone is verstoord. Daar deed ik het ook wel voor. Om eens even te kijken hoe dat is. Het is kut. En dat heb ik even nodig, denk ik. Nou, wat er allemaal gebeurde tijdens mijn eigen set op de main stage, mijn laatste set ever. Dat ik opkwam en ik zie een zee van mensen. Volgens mij waren het er wel 65.000. Dat ik echt dacht van, oké. Die moet ik nu gaan vermaken. Ik heb alles over me heen laten komen. Er was dus een verrassingsmoment voor me georganiseerd op het podium. In één keer stond Peacock naast me, Arne van Terphoven, te schrijven van mijn boek.
Sietse van Dalen, The Mouth of Madness. Ik raakte helemaal in de war, want ik ben een controlfreak en dat was niet de afspraak. Dus ik zat eerst van, wat gebeurt hier nou? Maar ik was wel heel blij om ze allemaal te zien, dus ik omarmde ze ook echt. En vervolgens komen er een hele rits andere mensen van de zijkant van het podium met allemaal fakkels en met een lach, dus met iedereen met smilen en mij omarmen. Nou, het was echt een heel euforisch moment. Allemaal mensen van vroeger, van ID&T en Q-Dance, die ik al jaren niet gesproken heb, niet gezien heb, maar wel een plek in mijn hart hebben. Dus dat was voor mij een heel speciaal moment, dat ze allemaal zijn komen opdagen, benaderd zijn door een x-aantal mensen. En ze waren er allemaal om het laatste moment met mij te vieren op het podium, op DEFCON 1. Voor 65.000 mensen, ja, het was echt een magisch moment. En we stonden daar allemaal met die fakkels en gigantisch. Toen ging in één keer iedereen weg, dus toen stond ik weer alleen, dus dat was ook best wel een aparte ervaring. Ik had dus afgesproken bij Wanna Play om daar, dat wist mijn vriendin niet en mijn kinderen ook niet, had ik juist Wanna Play had ik een stukje tussen laten maken door JDX. Een soort stukje om daar doorheen te praten, had ik net een minuut. Dus ik liep al naar de DJ-boot om ze te halen, om te kijken waar ze zouden zijn, want ze zouden naar het podium worden gebracht. Maar ze is helemaal vergeten dat ik die microfoon in mijn hand had. Dus ik riep nog, where the fuck are they? Niet doorhebbende op dat moment dat 65.000 mensen dat horen. En in één keer zie ik ze aankomen rennen en moet ik dus in die nog 40 seconden overhebbende tijd moet ik vertellen wat ze voor me betekend hebben in de afgelopen 20 jaar. Uiteraard speelt Thomas Dudridge, mijn overleden vriend, co-producer, steeds een hele grote rol in mijn leven natuurlijk. Mede doordat ik niet meer weet nu wat ik wil. Wil ik wel in de muziek blijven of wil ik wat voor muziek als ik dat wel doe? De muziek die ik luister, hoe we het gemaakt hebben. Ik bedoel, hardstyle en hardcore zit nog steeds in mijn bloed en in mijn aderen. Dus dat verdwijnt niet zomaar. Dus hij leeft iedere dag met me mee. Okay, right about now we gotta do this. This one is dedicated to my friend, Thomas Dudridge. I want to reach out to him through you. So everybody has to put up those lights, illuminate the sky, so my friend can hear you and see you all from above. Together we made this song for you. Everybody, put those lights up. Let us have one more moment with him, right? Beautiful. Beautiful. Illuminates DEFCON 1. I want to see a little more. Illuminates. Shine for us. Like only you can shine. And sing it. Moment. For this DJ producer. One more moment okay, before Thomas, we say goodbye. Thomas, we love you, baby. Put those hands up! Clapping to the beat. The papa, the father of the hardstyle industry. He will be forever. We'll be right back.
Magisch is het eerste woord en het enige woord wat in me opkomt. Dat je zo een leven mag leiden en hebt mogen leiden vooral. Dat je zoveel harten en zieltjes hebt mogen beroeren. Dat zij mij hebben mogen beroeren door wat ik deed. Het is altijd een interactie, weet je. Het is door wat gebeurt wat. Wat ik nu ben geworden, daar ben ik heel trots op en heel blij mee. En dat is mede door iedereen die me dat heeft mogen leren. Maar nogmaals, magisch is het woord wat in me opkomt. En ik ben heel dankbaar voor wat er allemaal gekomen is, geweest is en nog steeds is. En ik ga mijn magische pad bewandelen. Brothers and sisters, when I say DJ, you say the prophet. DJ. 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 Give it up for the prophet. From the heart.